Hitje 11.1. Ergens in een TBS-kliniek in Nederland. Meneer, ze zijn ontsnapt. Wat hoor ik jou daar zeggen? Ontsnapt. Gewoon weg. Nergens te vinden. Heb je gesproken met de politie? Ja, maar die hebben allerlei ideeën waar ze zouden kunnen zijn. Waar dan? In een club, in een kroeg, in Blanes, in een meisje. In Blanes, in een meisje. Of in een radiostudio. Een radiostudio. Jazeker, een radiostudio. Stefan en Dion starten jouw weekend. Elke vrijdagavond om 8 uur op Wave Hit Radio. Naar Wave Hit Radio. Stefan en Dion. Goedenavond, 3 over 8, weer een nieuwe weekendstarter. Zometeen gaan we eens even kijken naar Dion's huiswerk. Heeft hij iets geschreven over de borsten van Katy Perry? Er stekelt op de radio. Heb je opdracht uitgevoerd voor deze week, je huiswerk? Ja. Al is het wel zo? Zullen we het eerlijke verhaal er meteen bij vertellen? Of zullen we gewoon de illusie in stand houden? Nee, het is af. Het is af, Dat is geen illusie, dat is de waarheid. Een gedicht geschreven door Dion Veenboer. Onderwerp: de borsten van Katy Perry. Voorgedragen door ondergetekende. Kat, wie is... ik voel nu al dat dit heel lang gaat duren. Ik heb het nagelezen. Dan moet Katy staan dus? Ja. Katy houdt van cupcakes met vuurwerk, tieten met uurwerk. In Hollywood kan het niet groot genoeg, dus lekker onder het mes. Dat staat het voor de boeg. Een nieuwe hit zou er niet meer van komen, maar lekkere mannen met grote bomen. Verder zie ik in het verschiet, die linker verliest de rechter tit. Heel smakelijk is anders, maar ze eet voor de rest van haar leven alleen maar friet. Vatzig en heel alleen kijkt ze naar haar opgezwollen scheen. En bedenkt ze waarom ze nooit meer iemand ziet. Dat is simpel. Je hebt maar één tiet. Weekendstarter. Weekend starter. Jij eerst, dan ga ik eerst. Nou, ik ga in principe altijd eerst. Ja. Kunnen dat best een keer doorbreken. Goed voornemen. Hoor. Ja, wat? Dat ik eerst ga. Nee, we doen alles anders. Jij gaat eerst? Ik ga eerst. Wacht even dan hoor. Moet ik even snel instellen? Ja. Ik ga niet met die klit spelen van dat ding. Doe jij maar lekker. Dat doe ik weer. Dat is mijn taak. Zo. Tjewel. Die was echt slecht. Schuimt ook helemaal. Wat gebeurt als je met de klit speelt? Gaat schuimen? Hij schuimt echt, joh. Ja. Hij komt klaar. Dat zei ik niet. Dat zijn mijn woorden. Sorry, oma. Ik bedoel, we bespreken ook wel dingen die niet heel erg voor mijn oma geschikt zijn. Misschien is oma wel trots als ze maar oma is wel echt onze vaste luisteraar, weet je. Ze mist geen uitzending. Oma, high five. Ja, oma, high five. Tik hem aan, hoor. Tik hem aan. Goed. Hè. Biertjes open, let it roll. Here we go. Yeah. Stefan en Dion. Met de type niet te fokken. Waarvoor? Om jezelf te snijden. Heb je dat ooit gedaan? Ja, in papier. Het heeft heel veel pijn. Papercut, papercut. Weet je waar ik het over wil hebben? Ik snij mezelf voor Justin Bieber. Ja, juist. Heb je dat meegekregen? Ja, net van Jeroen in de auto. Ik zat tegen Jeroen. Ja? Waar denk je, jij zegt in de auto tegen Jeroen, waar denk je dat Stefan het vanavond weer over gaat hebben? Nee, Jeroen zei het tegen me. Ik zei, weet je wat je eronder moet zeggen? Nou, sneetjes terug. Wij gaan nu spelen Cut for No Bieber. Als je Justin Bieber niet meer wilt horen, nee. Dan moet je jezelf snijden. Nee, niet deze. Niet deze? Deze is stom. Ja, maar dat is toch juist de bedoeling? Welke wil je dan? Wat heb ik van... Ik heb gewoon twee nummers van Justin Bieber in het systeem staan. You know you love me. One Time of Baby. Het is allebei niks. Slet arrest. Wat? Slet arrest. Slet arrest? Wat zei toch? Wat is dat? Toen had ze zat slet arrest. Banga arrest. Ja, zoiets. Omdat ze met twee broers, was het, op dezelfde verjaardag zoende. Ze zat bij de ene broer op schoot, toen zoende ze met de ander. En van wie had ze dat slet arrest dan gekregen? Ja, de moeder.
De moeder zei je krijgt sletters. Ja, want, dit verhaal geloof ik niet. Nee, dat weet je toch? Nee, dat heb ik nooit meegekregen. Nou, toen werd het op school verteld. Toen kregen de zusjes dat te horen, want die zaten ook op school. Ja. En toen kwam het via de zusjes bij die moeder. En die was zo boos. Het heette geen sletterrest hoor, dat heb ik ervan gehad. Ja, nee, ik wou net zeggen. Maar ze had gewoon huisarrest. Ze mocht niet naar feestjes voor 2 maanden. Meen je? Ja. Ik heb het nooit geweten, joh. Weet je dat niet? Nee. Wow. Nou ja. Wat grappig. Sletarrest. Ja, dat vond ik wel een toepasselijke naam. Ja, sletarrest. Het heeft niet geholpen. Nee. Oké, tijd om iets in te starten. Ik zei automatisch nee, gewoon. Ik denk, ik zal nu wel nee moeten zeggen. En toen dacht ik ineens, waar heb ik nou nee op gezegd? Goed. Voor alle sletjes in de zaal. We kunnen gaan dansen op Turn Up The Music. Curse Brown en Rihanna op Wave. Dit is de videoclip, dit is een beetje lang. Doorgaan. Ja. Ja. Damaru. Still the funny rijke niggas, still the funny rijke tata's. Baby, als je naar me kijkt, is je gewoon een superstar. No cap sodas, baby, maar ik blijf voor altijd een G. No cap sodas, baby, ik blijf voor altijd een G. Het is je boy, zit niet, check iets in de club. Die is gewoon een baas. Ja? Dat is toch geweldig? Fantastisch. Hij zat op zijn school met een journalist te fokken. Ja, ja. Toen kreeg hij 1 miljoen views. Ja. Toen kreeg hij een taart van Ponyus. Ja. Dat bedoel je nog niet van een taart. En toen kwam Ponyus nog een keer terug voor een interview. En daar kreeg hij 100 euro voor. Ja. En toen is hij nog gelukkiger. En dan had hij zijn eigen liedje. Maar een taart? Ja, ik kreeg taart. Dat vind ik wel een beetje afgezaagd. Dan help je een programma ver. En dan krijg je een taart. Ja. Weet je wat het enige leuke is aan taarten? Nou komt een grap. Doe eens een gok. Oude taarten. Oké, hier kom ik niet meer overheen. Here we go. Yeah. Stefan en Dion met de hit. Ontsnapt uit een TBS-kliniek. En nu elke vrijdagavond een uur te lang op uw radiotoestel. Stefan en Dion, de weekendstarter. With the books, you've watched me. En ook de script. 6 Degrees of Separation, 25 januari in het Ziggo Dome. Maar wat zou ik daar graag heen willen, hé? Volgende onderwerp. Het is trouwens 25 januari, is een vrijdag. Dus? Dus, dat betekent dat ik er de 25e niet ben. Nee, dat betekent dat ik dus wel ga en jij niet. Ja, maar hoe bedoel je dat? En jij blijft hier, jij hebt mijn radio te runnen. Kom nou. Nee, we kunnen het wel een keer opnemen, ouderwet. Ja, Maaike vindt het ook leuk. Nee, Maaike zit heel boos te kijken. Nee. Nee. Maar ik vind het leuk. Maar ik vind het geweldig. Strak plan. Nee, niks. Oh. Je krijgt van mij affietie. Hey, je kaartje ligt bij mij thuis, hè? Ja. Ja. Hallo, ik heb geld overgemaakt. Ik maak het dubbel over. Jij ja, maakt 70 euro vrij? Ja. Was het maar 35 euro een kaartje? Ja. Oh, dan maak ik wel 70 euro en dan doe ik een rondje. Mike is ja, op deal. Godverdomme! Stefan, jij bent die vrijdagavond, jongens. 25 januari, nee. Stefan solo. 25 januari, dan wil jij het niet een keer solo doen? Weet ik hoe die knoppen werken. Nou, je drukt op start en dan komt er wat. Aha. De vraag is wat, maar dan komt er al wat. Nou, als ik de hele tijd op start blijf rammen, ben ik dan het hele programma in 10 minuten? Ja. Yes. Jeroen en ik gaan samen. Zullen we dat een keer doen? Gewoon de hele uitzending nu terugspoelen. En dan op start drukken. Wacht. Even kijken waar ik dat allemaal heb, hoor. Ik heb het allemaal... Moet je kijken hoeveel items we eigenlijk wegdraaien in zo'n uitzending. Wegdraaien of opdraaien? Wegdraaien. En je moet er een Panic keer op mode active, oh shit. Even kijken. De weekend starter van de 11-1 in 1 minuut? Nah. Iets langer misschien. Dit is Wave. Zometeen, Stefan en Dion. 7 vertragingen. Blablabla. Ergens in een TBS-kliniek in Nederland. Je luistert naar WV Radio. Stefan en Dion. Ik ben borsten van Katy Perry. Maar dit is geen samenvatting, hoor, alleen een beginstukje. Proost! Niet met de klikjes spelen, Stefan. Niet met de klikjes spelen, Stefan. Gaat die wel schuimen? Here we go. Yeah. Stefan. Groot. Robbie. Groot. Calvin Harris. Groot. Nieuw. Nieuw. Let it roll.
Hitradio. Laat hem rollen. En in de kut voor Bieber. Allemaal nu niet stoppen of juist... Sletterest, sletterest. Sletterest, sletterest. Chris Brown staat Vienna. Oh. Ergens in een tape. En dan Dion Fameur met het weer. Kut weer. Bring back the damn music. Dan meteen de wever van Madeen. Oh nee, dat is de wever niet meer. Jezus. Jongen. De nummer 1 van... Ah, Britney, bitch. Oh, die wil ik wel even luisteren. Nee. En dan nu, Dion Spik Splinter Nieuwe. We lullen weer over iets anders behalve de Spik Splinter Nieuwe... en moeten daarom de jingle opnieuw instarten. En dan nu, Dion Spik Splinter Nieuwe. Ah, kutkijkertje, ik wil spelen van de rijke tata's. Bla, 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 bla. Stille van die rijke niggas. Stille van die rijke tata's. Zometeen de script naar eerste fietsie en Nicky Romero. Here we go. Yeah. Stefan en Dion met de hits van Wave. Groot. Will.i.am featuring Britney. Groot. Groot. Year of Summer. Nieuw. Nieuw. The City. Het stadje. Nieuw. Avicii versus Nicky Romero. Ik kan degene zijn. Oh, ik lees geen boeken. Sorry, Pik. Op 25 januari is de script in het Ziggo Dome. Maar dan staat Stefan gelukkig hier achter het radiostation. Want ik ga lekker Mike een rondje geven. Een rondje? Ja. Meestal zeg je over meisjes wat anders dan een rondje geven. Wat dan? Maar dat krijgt ze niet. Wat zeg je dan? Dat krijg je niet voor elkaar, hoor je dat? Dat krijg je niet voor elkaar! Ik dacht dat je meisje... Leeuw. Blauw, hè? Dit knippen we uit de samenvatting. Nee, Coldplay! Viva la vida. Dion's huiswerk. Ja, god. Ja, wat is er, mijn kind? Ja, wat moet ik... Die is leuk, hè? Hij is heel... Je hebt hem ook al 8 keer gemaakt. Ja, al vaak. En elke keer zit ik er weer over na te denken. Hij is goed, hè? Wat moet ik je in godsnaam nou weer meegeven? Nou ja, als ik het mag bedenken, dan moet je het maar zeggen. Ja, maar jij bedenkt dat stomme dingen. Zoals? Nou, waar zou je nu zelf mee komen, bijvoorbeeld? Wat kan ik allemaal last minute doen? Ik wil nog wel... Oh, wat een idee, toch? Wat? Wat een idee. Wat voor idee? Ja, dat heb ik je net verteld. Heb ik nog verteld vanavond? Hè? Mag ik mijn hulplijn inzetten? Zo. Ja. Jeroen? Ja. Jeroen. Wat was zijn idee? Jij weet het ook niet meer, hè? Maaike? Laten we gewoon een Michael Jackson dansje doen voor de camera. Een Michael Jackson dansje doen voor de camera? Of wacht, hoeveel vrouwelijke luisteraars zouden we hebben? Ja, weet ik veel. Ik weet niet of mijn oma er helemaal blij mee is. Nee, want als we heel veel vrouwelijke luisteraars hebben... dan kan ik in het belang van het programma... Nee, ik ga niet strippen. Starten. Nou, als het moet. Als je er maar genoeg drank in gooit. Hey, nee, zo zit het niet in elkaar. Maar dat vind ik zelf weer niet leuk. Pijken! Nee. Leuk als jij een koffer gaat maken van ik stil van die rijke tata's. Een koffer? Ja, gewoon dat je hem zelf gaat inzingen. Een leren koffer of een... Nee, doe maar hardkoffer. Hardkoffer. Is goed. Ja. Of regel nou eindelijk eens een keer die chick, want dat lukt je nog steeds niet. In een koffer? Als zij in een koffer zit of in een pakje dat ik eruit mag pakken. Ik denk dat ze daarom niet willen komen. Dit soort opmerkingen. Nee, even zien. Denk je dat het je een keer gaat lukken? Oh, jawel hoor. Waarom doe je het dan nooit? Wat zo'n gedoe is. Kijk, als ik met Jeroen ga, dan kan ik lekker met de auto, lekker warm. Ja, en anders komen ze naar me toe gefietst. En dan gaan we daar naartoe fietsen. En waarschijnlijk regent het dan, of er sneeuwt. Want het is te typisch voor woorden, want het is altijd zo. Dan laat je toch gewoon meerijden? Met Jeroen? Ja. Maar dan gaat Jeroen ook mee. Ja. Hallo. Je wil er geen taxi, nee. We zitten hier nu toch ook met z'n vieren? Ja. 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 Gaan we eerst hobbelen, Jeroen? Maar kan je dat regelen voor volgende week? Ja, ik zal het wel vragen. Aan wie? Ja, deze keer echt. Ik zal het vragen. Oké. Dit heb ik op tape. Hier ga ik je de hele week mee confronteren. Wat wil Maaike zeggen? Maaike wil niks zeggen, G. Ze wil niet zeggen. Ze stilt van die rijke taten. Ja. Naar Wave Hit Radio.